Ik zou dan eerst eigenlijk wat moeten vertellen over de aanleiding. Dit is het plan van DRO. Het is de Zuidas in Amsterdam. En wat daar belangrijk aan is om te weten, is dat de A10, de ringweg van Amsterdam, hier in de toekomst onder de grond zal gaan. En dat daar overheen een hele stad wordt gebouwd. En ik heb deze plannen geanalyseerd. En je ziet al nu delen van de Zuidas ontstaan. En mijn bevinding was eigenlijk dat als je een stadshart wilt bouwen, en dat is de ambitie van de gemeente Amsterdam, een nieuw stadshart, dan zou je de openbare ruimte centraal moeten stellen. En naar mijn beleving gebeurt dat te weinig in dit plan. Nou, wat je hier ziet is eigenlijk dat er voetbalvelden op het begin van het dok zijn gepland. Deze rode blokjes wordt het nieuwe hoofdstation van Amsterdam. Nou, de Zuidas even in het algemeen. Op de best ontsloten plek van Nederland, tussen Schiphol en het centrum van Amsterdam. Aan de Noord-Zuidlijn en op de A10. Om dan meteen over de grootste ingreep te beginnen. Wat ik heb gedaan is op die flanken, waar dus nu die voetbalvelden liggen, heb ik twee blokken in het centrum van de huidige plan heb ik uitgeplaatst. Daar gaat dit plaatje over. En dan ontstaat er eigenlijk ruimte voor een centraal gelegen park bovenop die snelweg, op die sporen, op de plek waar eigenlijk het station is gepland. Het stationsgerelateerde programma heb ik in blokjes in de modelstudie bij elkaar gelegd. Daaroverheen heb ik eigenlijk een soort kleed gedrapeerd en daar ben ik mee gaan ontwerpen. En wat je hier ziet is daar eigenlijk een stil beeld van. Die ontwerpstudie. Dus eigenlijk wat er onder dit relief zit, is eigenlijk een gigantisch station. Je kan eigenlijk hier de treinen nog zien rijden. Die staan, je ziet de mensen wachten op het perron. Een van de perrons, de andere perrons die liggen ook weer onder die gewelven, zou ik bijna zeggen. Want wat ook interessant is, is dat het dak van het station is tegelijk de geografie of het relief van het park. En zo ontstaat er naar mijn beleving een hele interessante park, maar wat eigenlijk station tegelijk is. Een plek waar je mensen kan ontvangen, waar je kan oriënteren. Dus je komt in een open ruimte aan en je kan kijken waar je naartoe wil. En het is een plek om te verblijven. Het is natuurlijk ontzettend spannend. En dat is heel belangrijk, denk ik, aan een park. Dat we sinds de landschapstijl misschien een beetje vergeten zijn. Dat het gaat om ruimtelijke belevenissen. En op zoek naar de spannende plekken in het park. Niet weten wat er precies achter die heuvel ligt, zodat je erop kan klimmen. Dat je eigenlijk de sensatie hebt dan als je bijvoorbeeld op een dijk hebt. Als je voor de dijk staat en... In dit park valt genoeg te ontdekken. Er zijn hele grote open ruimtes, hele kleine vernauwingen, waarbij de ruimtes heel klein zijn. En als je dan van tussen die heuvels komt, dan is er een open ruimte en zie je de treinen zelfs wegrijden en aankomen. Dus je snapt ook, ondanks dat je in een park beweegt, dat het ook een station is. Wat leuk is om misschien te zien is hoe dat dan werkt. Hè? Dus dat, hoe dramatischer het relief, hoe leuker het park zou je kunnen zeggen. Dus je kan echt de heuvels opklauteren. En dat heeft ook als gevolg dat je dus hele dramatische, bijna kathedraalachtige stationsvertrekken krijgt op sommige plekken. De ingangen van het station, dat zijn eigenlijk een soort uitsnedes uit dat relief. Die zijn eigenlijk, kan je altijd via hele korte wegen bereiken. Dus het lijkt een hele organische structuur, maar uiteindelijk is die zo dat je via eigenlijk hele korte wegen altijd dat station in kan. Okay. En dit is de impressie van zo'n ingang. In het park zijn eigenlijk allerlei aanleidingen om behalve reizigers en mensen die er werken aan te trekken. Dus dat het een park wordt voor heel Amsterdam met specifieke doelgroepen en wensen. Dus er is een hele spannende loopbrug. Hier komt het dak boven zonder groene bekleding. Waardoor er met bepaalde grofheden in het beton vleermuizen en vogels zich kunnen nestelen.
Er kunnen zelfs stadsecologen onderzoek gaan doen in het park. Er is een rondgang voor mensen die joggen met meer dan 500 of 600 traptreders. Er is een bank van 100 meter lang die eigenlijk dient te voorkomen dat je in dat gat van het station valt. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Je kan daar skaten. De bank is zo groot dat er ruimte is voor iedereen. En zo is het eigenlijk, geeft dit park eigenlijk ruimte voor ontmoeting voor iedereen in Amsterdam. Wat ik interessant vind is opnieuw de verhoudingen ter discussie stellen tussen wat publiek is en openbaar. En ik vind een stad met een hoge dichtheid vaak interessanter dan met een soort half hoge. Maar als je dan een open ruimte maakt, maak die dan ook voor de hele stad toegankelijk. En in plaats van op de flanken van het dok een paar voetbalvelden en die zo groen mogelijk inkleuren. Daar heeft de gemiddelde Amsterdam helemaal niks aan.